Deze Kitty Hawks werden voor de militaire luchtvaart ook ingezet in het voormalige Nederlands Oost-Indië. Bij de militaire luchtvaartafdeling van het KNIL. Zo vanaf 1943. En vanaf Australië en vanaf Nieuw-Guinea. Voor zover dat later in de Tweede Wereldoorlog al bevrijd was onder generaal MacArthur, werden deze toestellen ingezet op het nog door de Japanners bezette gebied van Indië. Het begint nu toch wel echt ontzettend te spetteren. Je ziet boven de baan de regen zelfs weer terugketsen. En dat maakt het feestgeruis wel erg vochtig. De meteorologische dienst verwachtte vanmorgen inderdaad een buitje in de ochtend. Ik hoop dat het bij een buitje blijft en daarna weer wat mooier wordt. Vanmiddag staat ons waarschijnlijk toch ook nog wel wat regen te wachten. Maar dat is volgens de voorspelling aan het eind van de middag. Han Mellink hield het op een enkel regenbuitje in het 8-uur-journaal. Dit is ook een prachtig gezicht zo als je kijkt vanuit de kuil over de startbaan. En daar gaat onze haai naar boven straks. De bui hangt hier boven het feestterrein, maar ja, die kan weer even hard verdwijnen. Het is wel heel vervelend dat het voor de mensen die allemaal buiten staan. Wij zitten hier nog tamelijk droog midden op dat terrein tegen het hek van de Hoge Veluwe geplakt in een commentaarhokje. Maar denk ik het geluid van de tikkende regen wel via de microfoons te horen is. Maar wij zitten in ieder geval nog hoog en droog, maar je zal toch onder zo'n paraplu staan. Met ook geen mogelijkheid om weg te komen. Dus nou, je komt niet even in weg. Dat is niet helemaal waar, Joop, want er is door de luchtmacht ook een tentoonstelling ingericht in een aantal hallen. En die zijn bij dit weer natuurlijk prima schuilmogelijkheden. Ja, dat is wellicht aardig om te vermelden. Ik had al gezegd dat de open dagen hier uitgebreid is, of zo'n open dag is uitgebreid tot een aantal open dagen. Het neemt nu werkelijk tropische vorm aan, het regenwater. En een van de aantrekkelijke zaken ook hier, buiten de vliegshow, is wat achter deze mensen in de verte te zien is. Dat zijn de hangars en speciale tentoonstellingstenten die zijn neergezet op een zogenaamde static display, waar ook toestellen, helikopters, vliegtuigen van vroeger en nu te zien zijn, van heel dichtbij en te fotograferen zijn natuurlijk. Inmiddels zijn we weer terug aan het begin van de startbaan, waar nu de Mustang zich klaarmaakt om te gaan opstijgen. Het toestel ziet er van achteren weer heel anders uit dan van de zijkant of van voor. En dit zijn echt plaatjes die je niet veel zult zien. Dat is het speciale gebouw voor de hoge gasten. En die zullen ongetwijfeld voor de regen schuilen op dit moment. Nou, ik hoop dat iedereen weer snel naar buiten kan in deze week in de haast opgezette gebouw. En dat de velen die met auto, trein en eventueel bromfiets hierheen zijn gekomen, weer lekker droog naar boven kunnen kijken. Het schijnt wat op te klaren. Het nadeel van een laag wolkendek is niet alleen dat er regen uit kan vallen, maar dat is met name ook dat de demonstraties die hier gegeven worden slechts, als ze al mogelijk zijn, op lage hoogte kunnen worden uitgevoerd. Nu is het zo dat straks die de straaltoestellen aan de beurt zijn en er een laag wolkendek is, dat er dan een laag vlieg, laag demoprogramma is, een laag demonstratieprogramma. Maar de hoogte is natuurlijk wel zo spectaculair, maar bij een laag wolkendek is het natuurlijk waanzin om daar dwars doorheen te boeren. Ten eerste ziet niemand dan meer wat en ten tweede bij zicht, zeker als er meer vliegtuigen bij betrokken zijn, zicht is natuurlijk noodzakelijk. Inmiddels zijn de Spitfire
En de Kitty Hawk, of de Mustang moet ik zeggen, en de Kitty Hawk, die zijn vertrokken. En de verkeerstoren gaf de laatste informatie aan de vliegers door. En hij vertelt dus daarbij dat er op de startbaan een aantal Fokker SL's rijden. Zo, die vliegers hebben hun hart weer even kunnen ophalen. Zoals we al zeiden, ex-gezagvoerders. Ja, ze zijn van de startbaan verdwenen en momenteel zien we een Lockheed T-33. En die wordt ook wel bijgenaamd de T-Bird. Het vliegtuig wat hier vandaag te zien is van de Canadese luchtmacht in Duitsland. Maar het is ook weer zo'n type wat in de geschiedenis van de luchtmacht in dienst geweest is als trainingsvliegtuig. De Nederlandse luchtmacht heeft er van 53 tot 72 meer gevlogen. En heeft het toen buiten dienst gesteld, maar de Canadese luchtmacht vliegt er nu nog mee. Op dit moment kunnen 200.000 mensen hier op de basis, want zoveel zijn er inmiddels, 200.000 kijken naar de verrichtingen van deze T-Bird, deze Lockheed T-33 van de Canadese luchtmacht. Een naam die T-Bird, die wellicht velen van de luchtvaartliefhebbers wel iets zegt. Want in de 60er jaren hadden we de beroemde Whiskey 4. Het stuntteam van de Koninklijke Luchtmacht onder de leiding onder andere van kapitein Van Dommelen. Mocht hij ergens kijken, wil ik hem de groeten, want ik heb ook een keer met hem mee mogen vliegen. Heel aangenaam was dat. De T-Birds van de Whiskey 4. Dit zijn dus de Canadese versie, bij Canadair in Canada gebouwd en daar de Silver Star genoemd. Misschien aardig om te vertellen is dat het is een tweepersoons toestel en de twee vliegers die op dit moment in het toestel zitten, dat zijn broers. En die zijn alle twee ingedeeld bij een Canadese korrel in Duitsland. En die vonden het aardig om met z'n tweeën hier een deel voor te vliegen. Stuntteam, een naam die nu niet meer gebruikt wordt, Demo Team, dat klinkt wat minder opgefokt, demonstratieteam. Het is merkwaardig dat je in zo'n toestel een vlieger treft wellicht die jonger is dan het toestel zelf, hè? Want het toestel is zo'n 40 jaar oud. Dat klopt, en de beide broers die zijn midden 20. Het toestel is geschilderd in een camouflageschema. Het wordt niet normaal gesproken gebruikt voor demonstratievluchten, maar omdat we hier vandaag 75 jaar Koninklijke Luchtmacht vieren en omdat het vliegtuig bij de luchtmacht heeft gevlogen, is het hier te zien. Dit is nog allesbehalve een museumstuk. Er zijn er nog zo'n 700 in gebruik over de hele wereld bij 22 luchtmachten in de wereld. En de Canadezen, dit is een Canadees toestel, de Canadezen hebben er nog 26. Het is, zou je kunnen zeggen, de populairste trainer in de westerse militaire wereld. Meer dan 10.000 vlieguren. En dat is heel sterk voor zo'n toestel. Want het toestel is eigenlijk gebouwd op 4.000 vlieguren. Dus wat dat betreft zal hij zijn geld wel hebben opgebracht als je 2,5 keer je levensduur mee kan. Het is voor onze cameramensen natuurlijk af en toe zoeken geblazen. Want wanneer de T-33 in de wolken verdwijnt, en dat gebeurt natuurlijk al snel met zo'n straaltoestel bij laaghangende bewolking, dan moeten de cameramensen maar even
proberen om hem daar weer op te vangen waar hij eruit komt.